Vorig jaar kon Tom Lezer als tweedejaars prof terugkijken op een prima seizoen. Lezer reed regelmatig goede uitslagen. Het enige wat miste was een overwinning. Dit jaar zien we Lezer wat minder van voren. Is de rol van Lezer in de Rabobankploeg anders geworden? Ja, redelijk positief. Ik heb een mooi programma gereden. En wel vooral in een dienende rol. En nu, ja, vandaag heb ik een mooie kans voor mezelf. En de komende dagen ook nog. En we gaan verder in de Ronde van Spanje. Dus ja, ik hoop voor mezelf nog wat uitslagen aan het einde van het jaar bij elkaar te rijden. En dan, dan kan ik weer terugkijken op een redelijk geslaagd jaar. Maar als je een ander, misschien wel zwaarder programma rijdt, wat leer je daarvan ten opzichte van vorig jaar bijvoorbeeld? Ja, het feit dat je het programma mag rijden geeft ook wel aan dat je het niveau hebt gehaald om in die selecties te komen. Dus dat is natuurlijk ook wel een compliment waard. Ja. En misschien volgend jaar iets meer een mengeling daarvan maken. Met wat meer kansen voor mezelf. Maar ook, ja, je wil ook weer die grote wedstrijden rijden. Dus het is altijd, ja, misschien moet ik zelf gewoon niet nog een stapje extra zetten. Misschien ook brutaler worden? Misschien wel. Maar ja, dat hangt ook af van je fysiek, hè. Vorig jaar heb je de Ronde van Spanje ook gereden. Hoe kijk je daar nu naar uit dan, ook met die ervaring van vorig jaar? Vorig jaar ging heel goed. Ik heb eigenlijk heel makkelijk uitgereden. En bergtrui aangehad. Dit jaar weer proberen zoiets te herhalen. Keren proberen nog in een ontsnapping te zitten die voor de overwinning rijdt. Dus nog een stapje extra zetten in de koers zelf. En dat stapje extra waar we net over hadden, wellicht in de Ronde van Spanje. Ja, dat zou een mooi begin zijn. Ja. Thank you.